We leven in een ingewikkelde samenleving. Instanties willen iets van ons en wij iets van hen. Een sociaal-juridisch conflict ligt soms al snel op de loer. Vooral als je kwetsbaar bent, ben je gebaat bij onafhankelijke en gratis hulp die bovendien om de hoek te vinden is. Maar ja, alleen problemen heb ik gehad. Elke keer heb ik geprobeerd om te naar de goede kant te gaan, maar kwam pech tegen. Meneer is al jaren bezig met de afwikkeling van letselschade, heeft verschillende belangenbehartigers gehad en op de een of andere manier onderaan de streep kwam hij niet meer in aanmerking voor schadevergoeding. Veronica heeft alles geregeld. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij, met de letselschadespecialist. Ik heb in het kort verteld wat ik heb bemerkt in het spreekuur. Benadrukt wat voor verstrekkende gevolgen het ongeval voor deze cliënt heeft gehad. En uiteindelijk is het gelukt om tot een middelijke regeling te komen. En is er toch een flink bedrag uitgekeerd aan deze meneer. En hulp bij dit soort kwesties is in Hengelo om de hoek te vinden, in de bibliotheek. Maar hoe komen inwoners hier eigenlijk terecht? Door wie worden ze verwezen? En waarom in de bibliotheek? We vragen dan de directeur van deze bibliotheek, Frederike Westra. Nou, je ziet ook dat we niet alleen de mensen zelf, maar ook onze partners de weg weten te vinden naar de bibliotheek. De gemeente verwijst bijvoorbeeld heel vaak door naar het sociaal-juridische hulp om de hoek. Maar ook wijkkracht, welzijnswerk hier in de gemeente. Van juni 2021 tot februari 2022 maakten zo'n 253 mensen gebruik van het sociaal-juridisch loket om de hoek. De meeste vragen gingen over sociale uitkering, maar ook de deurwaarder, het energiebedrijf en verzekeringen. En belastingen, zoals toeslagen, kwijtschelding en verrekeningen. We hebben hier ook het ontwikkelplein, dus heel veel partners hebben ook een spreekuur hier in de bibliotheek. En dan is het natuurlijk heel erg makkelijk om dan warm door te verwijzen naar het sociaal-juridisch spreekuur. Maar ook andersom van het sociaal-juridisch spreekuur naar de spreekuur van die partners. Dus we zijn heel blij dat we dat de krachten kunnen bundelen op deze manier. En dat de mensen eigenlijk één plek hebben waar ze voor alles terecht kunnen. En zo voorkomen we dat de problemen groter worden. Daar heeft iedereen, ook de instanties, maar zeker de mensen zelf, ook baat bij. Voor mij is het heel belangrijk. Heel belangrijk. De adviesraad Sociaal Domein van gemeente Hengelo die heeft positief advies uitgebracht over deze laagdrempelige, kosteloze dienstverlening in de bibliotheek. Veronica heeft goed mij geholpen en ik kan heel goed verder met mijn leven.